Weet je, als je nou zegt, als je nou voor zoiets zegt, oké, het is fout, maar dan 471 gulden, ik kan het gewoon niet geloven. Ja, dat krijgt u natuurlijk allemaal op uw bord van iedereen, maar ik vind het gewoon. Dit is toch niet normaal? Dit is de laatste Wielklem & Co. We blikken terug. En bij veel mensen liepen de emoties hoog op. Ik zet mijn auto tegenwoordig in Amsterdam-Noord. En dan ga ik mijn pontje over. Want omdat het me gewoon veel geld kost. En dan sta ik 5 minuten even hier. En dan vind ik het zo oneerlijk dat, terwijl jullie collega's zeggen, nou, doe maar even, als je maar snel bent. En dan word ik gewoon hartstikke. Nou, kijk, weet ik ook niet. Wij komen hier aan. En er staan hier een paar auto's op de brug. Ja, dat begrijp ik. En die anderen gaan weg en u bent de laatste. En ja, er is niemand bij. Dus dan, Als je eens wist hoeveel geld ik iedere keer gewoon op een avondje gooi, ik er gewoon 20 piek in. En dan, het kost zoveel geld allemaal. En dan dit, dat vind ik gewoon oneerlijk. Dat vind ik echt oneerlijk. Ik sta die mevrouw, die zet die auto daarachter, hè. Wat gebeurt er nou? Ik zet mijn auto, ik wil naar de parkeermeter gaan om mijn gulden in te doen, hè. Ik kom lopen en willen ze al een klemmetje op mijn auto zetten. Maar kijk, ik heb die deur speciaal opengelaten, omdat ik die shit zo wezen kan. Kijk hier. Mijn deur is open om mijn kaartje te zetten om hierop. Ik kan niet voelen of de deur open is, want dan zegt u, wat doet u aan mijn auto, of niet? En dat ik donders word, toch? Ik weet niet waarom u zo... Ik ben donders omdat je aan een wielklem neemt. Je geeft me die ruimte niet. Ik kijk. Mijn werk is kijken, zit er een kaartje in? Nee. Ik kijk bij de parkeermeter of er iemand staat? Nee. Luister dan, kijk. U komt eraan, u komt gewoon met een goed verhaal, dan zit hij er toch niet omheen. Nee, dat begrijp ik, maar je wil al een klik. Als ik niet met een verhaal had gekomen, had je al een wielklem gezet. Ja, want ik had gewoon door kunnen gaan. Met die agressieve mond van u. Kom eens even, u hoeft niet te gaan huilen, want ik zie niet de tranen staan. Ik heb dat nooit. Nee. Nou, kom even tot rust. Hé? Nee? Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb nooit meer kunnen. Ja. Nou, niet. Ik ga net leuk, heb ik gewinkeld met mijn kortingen. Ja, en dan zou ik het verpesten voor u. Nou, zou ik je dag weer blij maken dan? Hé? Nee? Nou, even rustig worden. Ja, ik kan niet. Nee, ja. Als je niet zegt met die camera. Ja, hè? Wat me bijgebleven is dat die Italiaan in een van de eerste uitzendingen. Die dus op een gegeven moment tegen ons zei van dat we kleine rechtertjes op straat zijn. Nou, en daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in. Boete, waarvoor? Je staat onderweg, gestinken door de politie. Waar gaat het om? Je bent judgeman, je bent rechter. Je neemt mijn auto beslag. Ik betaal geen motorrijbelasting. Weet je wat ik betaal? Het bezit vermogenbelasting. Je neemt vermogen, ben je rechter. Wat gek, je houdt aan de regels en je bent niet in orde. We vonden een beschaafde land. Mevrouw, heb je betaald voor de parkeren? Ik ben klaar, meneer. Dan gaan we door. Ah, okay. Ik ga ook kaas kopen. Kom maar, kaas. Ja, maar voorkomen. Wij zijn fatsoenlijk. Wij houden aan de rechters, omdat we zijn niet eens met de rechters. Aan de rechters moet je houden. Nou, zijn we er toch? Nog prettige dag. U ook. En doe me weer. Doe me te wikkelen met de andere kleur. Mensen hebben gekeken aan geen. Mijn kleur hebben? Nee, jouw kleur. Hé, Jochie. De meeste reacties die ik gehad heb, dat gaat over de bussen. Daar waren ze heel erg verbaasd over dat we daarmee mee rijden en hoe we daar dan ingaan en hoe we die starten. En Koert natuurlijk, die daar een rondleiding geeft in Amsterdam in een lege bus. Dames en heren, uw bezoek in Amsterdam wordt met enige minuten vertraagd. De chauffeur die heeft de auto verkeerd gezet. Verder heb ik ook reacties gehad op de groenteauto in de Regulus Breestraat die de trams blokkeerde. Ja, wat die man allemaal zegt als wij wegrijden en zo, over kankerlijden dit en weet ik veel wat. Gerrit, je gaat niet geloven wat mij overkomt gewoon, man. Ze slepen mijn bus weg. Ja. Ja, ga erachter en ik heb al gesprekken gehad met de gasten. Ze nemen gewoon mee. Mag niet, ze hebben mijn pot gezet, weg, doei. Ja. Dit zijn de regels, dit is niet anders. Wij moeten hem meenemen nu. Dus wij brengen hem daar naartoe en daar moet je hem ophalen. Dit werkt niet hoor, trouwens. Werkt wel. De hele avond is voor me. Ja, dat is een probleem, want ik van tevoren maar moeten. Ja, hij is wit. Ja, maar. Want je moet het bedenken voor je neerzitten. Ja. Harry, ze krijgen godverdomme nemen gewoon mee, die kan ik wel. Zeg iedereen.
Ja, als controleur heb je vaak te maken met verbaal geweld. Als je dat als beroep doet, krijg je van niemand respect. Niemand. Ik ken een jongen die heeft het gedaan, het Haring. Ik ga geen naam noemen, hoor. Hij werd ziek van zijn collega's. Ja, natuurlijk, man. Voor een kutbaan. Voor een kutbaan. Er zijn toch grote autodiepen die zijn op de wereld? Ah, beste man. Ja, nou, maar ik zeg gewoon dat je een autodiep bent. Je hebt een groot gelijk in. Je bent gewoon een grote vieses met een gestinkpad te weer. Ja. Want de arme jongens proberen een beetje te jetten. Nou, als je merkt, kijk, het is dat ik geen blap in mijn zak heb. Weet je wat ik gedaan heb? Dat je 5 kogels in je kop geschoten. Ja. Als je krijgt, ben je erin. Jullie zijn gewoon maffia. Oplechter, geloof me, ja. Echt waar. Je gaat aan de stiekem blij. Kijken, hoppakee. Stiekem, ja? We doen nogal stiekem, nee, die auto die... Tuurlijk dan. Ik was net binnen wijf. Wijf? Ja, wat dan? Praat normaal, man. Klootzak allemaal. Welke klootzak heb ik voor afgekeurd? Zal ik hem een poeier geven? Ik krijg geen echt, hè? Of zal ik het net doen als... Ja, maar wat maakt thuis dan niet? Ik heb in één keer zijn oren erbij afbijt. Nou, de situatie die ik me nog wel goed kan herinneren is in de Javestraat. Was een meneer met 1 been. Die hebben wij op dat moment kunnen helpen door een straatbetaling te doen. En ja, dat geeft je toch wel een beter gevoel. Wij hebben hem toch een beetje kunnen helpen. Dus op die manier. Kijk, de bon moest hij toch betalen, want dat moet iedereen natuurlijk. Maar ja, de situatie was gewoon op deze manier goed opgelost. En ja... Het geeft je toch een beter gevoel. Hey, Mirjam met Spransa. Wij staan hier in de Javastraat. Hebben wij een klem net gezet. Is het enigszins mogelijk dat wij een straatbetaling mogen doen? Hoe schat jij de situatie in? Ja, die man die kan niet lopen. Ja, die meneer kan gegarandeerd niet naar het betaalkantoor. En die meneer die is gewoon heel bereidwillig. Dus die wil graag cash betalen. Hij kan alleen bij jullie betalen, cash, als hij het gepast heeft. Oké, we gaan het helemaal regelen en het komt dik voor elkaar. Jij ook hartelijk bedankt voor de medewerking. Het is totaal 138,25. En het liefst dat u dat gepast heeft, ja. Of in de buurt. Waar ik de meeste reacties op gehad heb, dat is die man met die Jaguar op de brug. Die had een rode spa op, zei hij. En nou, ik wou niet dat hij wegreed. Uiteindelijk is het goed gekomen, zijn vrouw is gaan rijden. Maar ja, zijn vriend die kwam er ook even bij. Die wou het ook even allemaal mooi maken. En, nou, daar heb ik heel veel reacties op gehad. Het liefst hadden alle mensen die gewild dat ik hem een bon had gegeven. Maar ja, nee, het is zo niet zo gekomen. Daar is de eigenaar. Nou, heb je even je auto weg wil halen? Ik heb je net gebeld op je portable. Nou, ziet u, daar komt die meneer van de eigenaar. Die haalt de auto weg. En alles opgelost. Het is allemaal niet zo'n probleem, meneer. We zijn hier heel gezellig aan groep. We zijn allemaal Hagenaars. We maken het een beetje gezellig. Maar zal ik dan even met de bestuurder praten? Ik was voor u. Meneer, we zijn zo. Je mag met mij praten. Wij denken hetzelfde. Wij zijn met elkaar eens. We zijn al jaren, zijn we gammers. En het maakt helemaal niet uit. De meneer haalt zijn auto weg. En u hebt helemaal geen probleem en alles is geregeld. Ja, we drinken hier niet bij houden. Een glaasje rode spa. Nou, en dan gaan we weg. Kom je naast me zitten of niet? Schat, ik kom naast je zitten. Ik ga even een toertje met hem maken. Ja, dan ga ik wel naast je zitten. Nou, we houden een beetje van elkaar. Ja, ik ook hoor. Tot slot nog een keer wat reacties op het betaalkantoor van Duitse toeristen. Noor een auto gleich mitgenomen. Ja, waarom die andere wel vorderen? Dat was ik niet. Waarom mijne? Dat was ik niet. Waarom was het vorm? Dus is toch hier? Waarom was mijn is met das? Wat? Was mijn is met das? Wie het was met das? Waarom ik dat gemaakt heb? Ik heb niet gemaakt. Dus is toch hier? Wem zal ik vragen? Ja, worden ze hier altijd terugbekomen? Natuurlijk wil ik maar. Schrijf maar daar, dan is het kraam daar. Stimmt, is wel toch daar? Die vleesauto auto was nog daar? Stimmt. Dat stimmt, natuurlijk. Ja, ik leef het zo lang daarvoor. Ik ben ja, seit 5 jaren hier. Dat is racisme tegen die Duitsers. Ja, dan moeten ze terugvaren naar Duitsland. Als nee, die Holländer naar Duitsland komen, dan werden die goed gehandeld. Niet wie hier. Ja. Okay. Dan moeten ze in Duitsland leven. Waarom? Ik moest weil sie hier drin dat fikje naar vanaf worden. Ja? 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 Kan ja sein. Deutsche Leute wie dich muss sich hier fikken, verstehst du? Ja? Ja? Ficken kann ich verstehen. Ich verstehe gut Deutsch. Ja, und? Verstehst du? Und? Was ist das Problem? Ich verstehe gut Deutsch. Willst du denn drüber gehen? Was stört sich? Guck, ist doch Rassismus, Mann, ja? We want back our cars. Oh, ja? Yeah? What's the license plate number? I-K... I-K... L-A... L-A... 54. What kind of car? Caravan. Yeah, but kind of...
Fiat. Merk. Fiat. He put the leaves of the tree and then show me a yellow table for buses only. I couldn't see it. Oh. I couldn't see one table because a tree is standing before it. Yes? The table is nearly standing behind this tree. Couldn't see. Yeah? That is terrorism. Mm-hmm. Mm-hmm. You can write absolutely your complaint. Mm-hmm. You can take the car and bring here, yeah? But not open the door with tools, like criminally. And then I could see some people, criminals, they open with tools the doors of the cars. That's not right. A criminal? Yes, with a green car and yellow lights. Oh, no. No, they're Germany allowed? this is for the police. Yes. That's not right. That's out of law. Yes. No. Yes. No. Yes. Absolute. Yes. All right. No. Yes. No. That's criminally. No. No. They no. No. Are no. Allowed to do that. We're not in the USA. We're in Europe. Voorlopig waren dit de laatste criminele activiteiten van Wilklem & Co.